Goedemorgen, enige erfgenaam. Vandaag is het zaterdag 27 februari. Mijn naam is Marcia van de familie Roedelof. En deze instructievideo maak ik naar aanleiding van notificatiedocument zorgvuldige bewaring van de stempas. Omdat er nogal wat verzoeken naar waren, dat begrijp ik. In de Facebookgroep heb je de post een repost op de website, de tutorial website, vind je het artikel Gaat de enige erfgenaam stemmen? Dat artikel stond er al langere tijd en het is nu aangevuld met de laatste ontwikkelingen van de afgelopen dagen. Die laatste ontwikkelingen die heb ik bovenaan in dit artikel gezet, zodat je niet helemaal naar beneden hoeft te scrollen en te zoeken. Als je wat verder naar beneden scrolt, dan vind je wel wat uitleg van waarom een enige erfgenaam nou eigenlijk niet gaat stemmen. Want een enige erfgenaam is niet politiek. Dus dat betekent ook dat je een bewuste keuze maakt als je de erfrechtelijke documenten gaat invullen en insturen. Want op dat moment kies je ervoor van niet politiek te zijn. Dus ben je lid van een politieke partij, dan dien je dat lidmaatschap op te zeggen. En we maken er een notificatie van dat we de stempas in zorgvuldige bewaring nemen. Even kijken. Deze brief is verder van belang omdat je aan drie andere verzendadressen de aanwijzing geeft dat ze DigiD moeten aanmaken voor de mogelijkheid tot het uploaden van de erfrechtelijke documenten. Even kijken. Dus waarom? De update dat de eerste burgemeester de post niet had aangenomen. Dus het advies nu is om naar de secretaris van de gemeente te versturen. Het kan zijn dat je helemaal geen stempas verwacht te gaan krijgen. Hoe je dan kan handelen. Dat is het voor wat betreft het artikel. Die aanwijzingen die vind je ook in de Facebookgroep. Ik heb zoveel mogelijk opmerkingen en aanwijzingen die in de comments gegeven waren verwerkt in de originele post. Misschien ben ik iets vergeten, dat kan. Dus zoek het nog even na ook zelf. De post in de Facebookgroep heet Repost met betrekking tot stemmen in verband met de komende verkiezingen. Hoge Raad van de Kinderen, daar vind je vanzelfsprekend het brondocument. Dit is de homepagina. Je klikt hierop. De notificatie. Je vindt hier dezelfde aanwijzingen als die je in de Facebookgroep vindt en op de tutorial website. Vervolgens klik je op de link om naar het document te gaan. En dan ga ik even naar Chromium om het verder af te wikkelen. Firefox heeft heel veel moeite met, of heeft gewoon moeite met dit document. Dus als je de browser Firefox gebruikt, dan raad ik je aan om Google Chrome te installeren. Gebruik je Linux, dan kun je Chromium installeren. En dan heb je wel de opties om vervolgens het document te kunnen uitprinten. Op te slaan als PDF en vervolgens uit te printen. Als je naar je stempas gaat, dan vind je, ik laat mijn stempas niet zien, want daar staan mijn individuele gegevens op. Maar ik heb hier mijn stempas voor mijn neus. Hier staan mijn NOW-gegevens. Rechts onderaan heb ik een lang nummer met daarachter
mijn geboortedatum. Die gegevens heb ik in het tekstvak kenmerk neergezet. Je kunt daar ook de track and trace code vermelden van die betreffende verzending. Dus uiteindelijk ga je 4 enveloppen maken. Per envelop, per verzendadres heb je een track and trace verzendcode. Die kan je hier intypen. Die kan je later ook handmatig erop schrijven. Dit tekstvak is een selectiekeuze. Als je op het pijltje klikt, kom je bij de verschillende keuzes. Heb je de brief naar de Raad van State verzonden en antwoord instructiebrief naar de gevolmachtigde trustbelastingdienst, dan klik je die keuze aan. Anders de keuze daaronder. Op het moment dat je deze keuze moet aanklikken, omdat je de bovenste nog niet gedaan hebt, dan voeg je inhoudelijk bij de documenten die de Hoge Raad van de Kinderen verzonden heeft. Dus dat betekent dat jouw document daarop steunt, als het ware. Heb je alleen de brief aan de Raad van State verzonden, dan kan je die als bijlage, kleurkopie, meesturen. En anders ook deze. En de antwoordbrief naar de Trustbelastingdienst, dat is op het moment dat jij antwoord van hen ontvangen hebt van wat zij met jouw documenten moeten gaan doen. Dus als jij nog niet zo ver gevorderd bent in het proces, dan ben je daar nog niet. Vandaar dat de mogelijkheid is om deze keuze aan te klikken. Dan is er een volgende keuze mogelijkheid. Dat is dat je je stempels ontvangen hebt of dat je die nog niet ontvangen hebt. Kun je aanklikken. Zojuist kwam er even langs dat het kan zijn dat je helemaal geen stempas ontvangt, om wat voor reden dan ook. Hoe je daar dan in handelt, dat staat in de Facebookgroep en in het artikel op de tutorial website. Dan scroll je verder naar beneden. In dit grote vak, daar zet je de naam van de burgemeester, adres van de gemeente, jouw gemeente, en Kamer van Koophandel en vestigingsnummer. Als je naar de website gaat van de Kamer van Koophandel, dan kun je zoeken op de bedrijven die ingeschreven staan. Je kan zoeken op naam en plaats, gemeente en dan jouw woonplaats daarachter waar je ingeschreven staat. Daar vind je dan de Kamer van Koophandel en vestigingsnummer. Dat typ je hier in. Hier vind je de adressen van de overige verzendadressen waarheen je deze brief stuurt. En hier geef je dus aanwijzing om DigiD te gaan installeren, te activeren aan de Raad van State, aan de minister van Financiën en aan de Trustbelastingdienst. In dit tekstvak de naam van jouw erflater, dus in kapitalen, voluit. Dus je doopname en je kunt eventueel tussen haakjes de initialen in kapitalen neerschrijven. En je familienaam in kapitalen. Dat herhaal je in dit tekstvak. Dan jouw naam private wijze. Dat is de familie van de familie. Dus in mijn geval is dat Marcia VDF, hoofdletter VDF, Roedelof van de familie in afstamming. Dat staat hier overigens ook nog bij. En je ziet hier dat je vaders achternaam, moeders achternaam en de roepnaam daarachter zet. Dus dat is wel belangrijk dat je dat in dit tekstvak goed verwerkt. Je geboorteplaats, geboortedatum, woonplaats, postcode, woonadres, levensstaat. Plaats van ondertekening, de datum. Je naam in kapitalen, nogmaals.
hiddeaanwijzing. Jouw handtekening bestaat uit je roepnaam met daarnaast je zegel. Dus dat is je rechter wijsvingerafdruk. Het blauw stempelkussen. En in deze ruimte, daar zet je je legale handtekening. Dus de handtekening zoals die bekend is bij officiële instanties. Onder andere de Belastingdienst, de bank. In dit tekstvak zet je nog een keer jouw naam in kapitalen, verwijzen naar de erflater. Dat is het document. En vanzelfsprekend gaan hier ook je zegels in. Dus je rechter wijsvinger afdruk met een blauw stempelkussen. En je paraaf. Ik denk dat ik dan het invullen goed heb aangegeven. Oké, dan heb je het volledig ingevuld. Dan ga je in een lege ruimte, witte ruimte staan. Klik je op de rechtermuisknop. Krijg je de mogelijkheid afdrukken. Dan kun je hier de bestemming aangeven. Dus als hier nog niet staat PDF, maar bijvoorbeeld jouw printer, dan verander je dat naar PDF. Op het moment dat je hier dan klikt opslaan, dan wordt het opgeslagen daar waar jij het document wil hebben. En vanaf daar kun je het dan vervolgens uitprinten. Even kijken. Dus per envelop, per printje, de track and trace code behorend bij dat verzendadres. Je kunt online een track and trace code aanvragen. Als je dat gedaan hebt, kun je het adreslabel en dergelijke uitprinten. Dat is heel erg prettig. Heb ik ervaren, voor die tijd ging ik naar PostNL. Heb ik nu toch ook gedaan en daar goed naar gevraagd. Hoe ga ik daar nou vervolgens mee om? Je moet, of althans het is zeker aan te raden, ondanks dat in je mail anders staat, dat je de envelop direct in de oranje brievenbus kan doen. Het is aan te raden om naar een lokaal PostNL-punt te gaan. Want op het moment dat jij de envelop afgeeft, wordt het gescand. En op dat moment gaat jouw envelop, jouw pakketje, in hun systeem. En als je vervolgens via de PostNL online Track and Trace website gaat kijken waar jouw pakketje zich bevindt, dan kan je ook zien dat het afgeleverd is. En je krijgt daar vervolgens ook een mailtje van in jouw mailbox. Dus dan heb je zelf ook het bewijs van, ik heb het wel degelijk afgeleverd. Doe je dat niet op die manier, dan vermoed ik dat er gescand wordt in het sorteercentrum en dat het op dat moment in het systeem komt. Maar dat weet ik niet zeker. Want mensen kunnen vervolgens wel zien op welk moment het bezorgd is, heb ik begrepen. Maar zeker voor het onzekere, lever het af bij een PostNL-punt. Dan is dit het wel, denk ik. Dan wens ik je heel veel succes met het invullen van het document. En het versturen ervan, 4 keer dus. Dan wens ik je een heel fijn weekend. En tot ziens in een of volgende instructievideo of een vlogsnippet. Tot dan!